Ik ben Frans Verdam. Samen met mijn broer hebben we hier een akkerbouwbedrijf in de Wieringermeer. Een aantal jaren terug waren wij in de gelegenheid om een paar kavels bij te pachten. Daar hadden we op zich wel zin in. We wisten dat daar heel veel aardappelcisteaaltjes zat. Alleen bij nader onderzoek bleek dat het enorm meeviel, maar het was meer het shitwoody-aaltje. In eerste instantie hadden we gezegd, weet je wat, we gaan inunderen, want dat lijkt nu wel een goede oplossing tegenwoordig. Je zou kunnen zeggen, want dat zijn er dus ook mensen bij die dat doen, die hebben er helemaal geen teelt op. Wij hebben winterplantuien, die we dus in oktober planten. De eerste helft van juli worden die geoost, zodat we dus even goed een oost ervan afhalen. En dan kunnen we hem daarna kunnen we hem onder water zetten. Wintergerst wordt gebruikt, sla of broccoli onder doek. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden wat eventueel zou kunnen. Ja, dat de kosten een beetje beperkt blijven. Net aan een week terug hebben we hier de laatste uien van het land afgereden. Daarna hebben we een loonwerker ingeschakeld en die is samen met een collega hebben ze dat opgepakt. In eerste instantie dus alleen met de dijken. Maar die is dus nadat de uien eraf waren, is die terecht gekomen, die heeft hem geëgaliseerd. We willen hem eigenlijk zo vlak mogelijk hebben liggen om zo min mogelijk water buffer te krijgen. Want als de wind er komt, dan gaat het vreselijk stuwen dat water. En dan is het dus noodzakelijk dat er wel overal water blijft staan, maar dat het niet aan één hoek, dat hij veel te hoog wordt. Nadat hij dus gevlakt was, zijn ze gekomen om de schotten te zetten. Nou ja, dit is het resultaat. En nou, dan kunnen we zometeen op de knop drukken en dan gaat de pomp aan. Nadat wij de schotjes hebben gezet, dan kunnen we zorgen dat er een hoek is dat we even goed met de trekker of een kraan er nog in kunnen. Hebben we de grond losgetrokken tot een 50, 55 à 60 centimeter diep. Dit perceel hebben we dus twee keer gekuild om dat te doen. Je kan ook zeggen, want dat werd ook wel gedaan, dat het met de spitmachine op 35 centimeter diep gespit werd. Het mooie van diep loswerken is dat je dus die eventuele ploegzool die er zou zitten, dat je die dus ook doorbreekt, waardoor het perceel straks sneller helemaal zuurstofloos is. Want het is dus heel erg belangrijk dat die dus eigenlijk zo snel mogelijk zuurstofloos is. Mooier zou nog zijn als je groene massa had die je dus zou onder kunnen werken, want dan gaat het proces van anaeroop worden gaat nog veel sneller. Organische stof speelt ook een belangrijke rol, want hoe meer verse massa er in de grond zit, des te meer van die fermentatieproducten snel gevormd zullen worden. Dus ons advies is dan ook, kijk of je organische stof kan aanvoeren door een snee gras aan te kopen. Of als je de tijd hebt, laat nog een paar weken een grasgroenbemester tot ontwikkeling komen, die je dan goed door de bouwvoor heen werkt. Want al die organische stof werkt mee aan het fermentatieproces. Ik heb hier een zogenaamde drainafstopper, zoals we dat noemen. Dit is gewoon een stuk PVC-pijp. Hier hebben we twee gaatjes ingeboord. Daarin trekken we een slang overheen. Daar doen we twee slangenklemmen op. Deze kant doen we een stop op, zorgen dat die dus helemaal dicht is. Vastlijmen. Op de andere kant van deze drainafstopper, daar hebben we een sluiting gemaakt met een ventiel erop. Dat als deze drainafstopper in de drain zit, heel klein beetje lucht erop, 1,5 bar en dan zit de drain die zit helemaal verstopt of dicht, zodat het water niet meer weg kan lopen. Wij hebben hier zoet water, over een afstand van ruim 3 kilometer kunnen we dat hier vanuit het IJsselmeer naar binnen toe pompen. Wij hebben het ook nog nooit anders gedaan dan alleen met zoet water, maar toch zijn er de laatste paar jaar ook collega's die het hier doen met zouten kwel, met heel veel ijzer erin. Maar die hebben het toch aangedurfd omdat die niet de beschikking hebben over een leidingssysteem om met zout water dat te gaan doen. En de resultaten, er zijn nu 2 jaar dat er resultaten van zijn en dat lijkt ook heel goed. In ieder geval de moeite waard dat als er veel ziek en zeer in je land zit om dat op die manier aan te pakken. Dan is het belangrijk dat als je begint te pompen, dat je zeg maar in één hoek van je perceel begint te pompen of eventueel in twee. En dat die dus niet met een dag vol is bij wijze van spreken, maar dat die dus langzamerhand vol loopt. Zodat je dus ook de zuurstof als het ware uit je kavel douwt. Zodat alles dus heel erg goed zuurstofloos wordt. En daarom is het ook belangrijk dat de grond goed los is. Want als we beginnen te pompen, dan begint de drainage morgen al te lopen. Dus dat betekent dus dat het al heel snel dat water er doorheen zou zakken. Want kijk maar dat als je een kluit neemt en die gooi je in emmer water, dat duurt verschrikkelijk lang voordat die binnen in die kluit, dat die dus ook doorweekt is. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat er geen gewasresten of onkruiden boven het water uit moeten komen. Want het is verbazingwekkend hoe makkelijk dat er dan toch nog weer zuurstof zich een weg kan vinden naar beneden toe. En dan blijkt het dat gewoon dat als ze niet minimaal 5 of 6 weken, maar dat weet Leender beter dan ik, als zuurstofloos geweest is. En nou ja, uiteraard dat als er een keer een beetje zuurstof bij komt, dan is het proces eigenlijk moet je dan weer van nul af starten.
Thank you.